Oh. Ja! Weer vloog je tegen me. Op! Helemaal. Dat zit andersom, Mark. Echt niet. Dat heb ik tegen mij op. Echt niet. Nou, hallo mensen. Welkom bij Kaak en we gaan vandaag weer Star Wars Battlefront spelen. Vandaag samen, Max. Hallo, Mark. Hallo. Laten we vandaag lekker beginnen. Mark had weer een geniale video-idee. Mark had namelijk bedacht dat we in de offline multiplayer, soort van, kind of, gaan we tegen elkaar Fight Squadron doen. En dan gaan we de Millennium Falcon tegen de Slave 1 doen. En dan gaan we kijken wie het beter is. Oh, oh. Oh, ja, dat ging weer bijna fout. Almost gone wrong. Nee, nee. Oh, we gaan... Oh, ja, opa. Vieze hits. Oh nee, oh, dat is ja. Het paaltje. Dat is het kutzooi. Dat ene paaltje. Dus kind. Fuck off, paaltje. Ah, Mark. Sorry about the mess. Oh, oh, ik zie je gaan. Oh, dit ziet er wel gaaf uit trouwens. Dit ziet er heel gaaf uit. Hey, die meneer niet meer autolock. Je hoeft niet eens recht muisklik te klikken ofzo. Hey. Wat? Bij die meneer niet vak hoef je niet eens recht muisklik te klikken of zoiets. Jawel. Nee, of niet? Hey, het doet het automatisch. Oh, oeh. Dat scheelde niks. Ben je kapot? Oh, wat erg. Ja. Yeah. Wat ben je? Ik voelde niks. Oh. Het zag er heel epic uit, allemaal raketten achter je aan, maar het was ja, maar ik zag een totaal geen rood vlekje op physics of iets. No, ik zag ze maar echt niks. Ja, je zit er achter me aan, hè, sneaky. Ja, nu zag ik je. Ja, kut, waar ben je nou? Ik turn en ik ben je kwijt. Hey. Wat ben je nou? Wat ben je dat? En waar ben je? Iemand vloog kapot, hoorde ik. Ambush. Ambush. Waar ben je? Chewie, we got a problem. Ah, overheat het. Oeh, schiet jij zoveel? Ja. Je kan je levens nu niet zien, maar... Auw. Vele plus. Oh, vliegen allemaal... Ze vliegen allemaal kapot hier bij mij, hè? Hey. Serieus? Echt, oh kut, ik ga... Oh shit, het ging bijna fout. Ze vliegen inderdaad allemaal. Je hoort het, hè? De kloten. Deze hebben ze fucking mooi gemoddeld trouwens, jongen, dit ding. Oh, en dan vloog een X-Wing aan. Dit... Oh. Ja. Ja. Ik zeg, daar zijn we allebei niet schuldig aan. Nee. Het is gewoon het langzame turnen van dat ding. Ja, we vlogen allebei nog de andere kant op, zeg maar. Best pilot in the galaxy, right here. Hij is veel cooler, ik zweer. Hé, hey, ga weg. Ik was heel cool naar bespin aan het vliegen. Voor de thumbnail zeker. Misschien wel. Alleen in third person ziet het wel een beetje skeer uit. Ja. Yeah. Ik ga naar like first person, ziet er veel mooier uit. Succes. Oh jezus. Ja, dat bedoel ik. Oh. Woe. Oh. Ja. Weer vloog je tegen me. Helemaal. Dat zit andersom, Mark. Echt niet. Dat heb ik tegen mij op. Echt niet. We waren allebei zo gefocust. Wie had de kill? Wie had de kill? Weet niet. Wie had hem? Ik weet het niet, het stond er weg. Hebben ze denk je, Boba Fett denk je erin gemoddeld? Oh, dat zou inderdaad wel... Dat kunnen we straks ook nog wel even kijken. Hoe wil je dat zien? Nou, de een is... Cloudcar. De een wordt bijvoorbeeld de Cloudcar en die andere wordt de hero. En dan kan je kijken of er iemand in zit. Dat is wel gaaf op zich. Blijf je rechtdoor vliegen. Ik was even aan het kijken naar mijn binnenkant van mijn dingetje.
Deze turnt veel lekkerder, man. Vind je? Hè? Vind je? Nou, anders. Hij turnt anders. Oh, je durft gewoon niet omhoog te vliegen met dit ding, hè? Hoezo niet? Nou, vooral als je langs een platform vliegt, dat is zo eng. Zeg maar, je denkt echt van, oh, dan ga ik straks even tegenop. Ja, je moet maar niet kunnen vliegen. Zegt degene die net kamikaze deed. Waar ben je? Ik! Jij vloog tegen mij op. Echt niet. Het spel gunde mij gewoon. Waar ben je? Waar ben ik nou? Lekker gameplay dit. De vraag is, waar ben jij? Volgens mij hoorde ik je net naast me. Ja, ik heb je gevonden. Nee, ik heb jou gevonden. Doet hij weer zo'n vieze turn, hoor. Kijk, dat is nou echt anti-skill. Bedoeling. Dat is de bedoeling van dit spel. Anti-skill. Ja, en dan nog retro schiet ook, hè? Een soort van, oh nee, maakt niet uit. Ik ben toch anti-skill. Nee, dat maakt niet uit. Oh god, shit. Ik heb mijn boost aangezet. Ik vlieg nu vol met 80 km per uur achter je aan. Wam. Zo. Ik ben je al bijna kwijt. Hey, je vloog er onder me. Ja, ik heb je weer gevonden. Goed, man. Ik hoor bommen. Okay, ik zal wel even wegvliegen. Hey, maar ik hoor bommen. Ik zie niks. Hey. Oh, nee. Ik heb je echt wel 5 keer geraakt met een missie. Ja, echt? Ja. Oké. Okay. Oh, dan ik ga er. Oh, jammer. Ik dacht, ik kon het wijkje missen. Oh, je bent helemaal aan het roken. Echt? Oh ja, ik zie... Ja, de kortsluiting zit in mijn motoren. Doordat ik voor tijd voor een kamikaze, Mark. Oeh, dat scheelde dan niks. Wat? Ik vloog bijna tegen hierop. Tegen mij? Ik kan per ongeluk weer... Ja, ik zet de hele tijd die boost aan, want je kan niet zien wat boost? Wat is. Nou, ik weet niet wat de knop is van dit ding. Wat? Wat? Schud jij nou een missel af? Hoe deed ik dat? Dat deed ik volgens mij net ook één keer. Je kan zeg maar... Ging... Ja, je kan achter je die missel schieten. Ja, ik deed het ook één keer en ik zag het snap je. Die missel ging serieus... Oh, goed man. Die missel ging serieus gewoon door mee. Ja, hij ging zeg maar naar achter. Het was echt heel raar. Sorry about the mess. Hey, ik denk wat het goed is zo, man. Ja, ja, denk je? Ja, denk ik wel. Nou, dan mag je het einde doen. Hé, hey, jongens, dit was de video. Ja, dat hoor je niet vaak, maar... einde. Nou jongens, vond je dan leuk? Laat een like, reageer, abonneer en maar ook vond jij het leuk, jongen? Ja, was sure. Ja. Gozer, sure. Ja, je hebt alles gewonnen. Ik heb je laten schieten voor leven. Oh, sorry, dat zag er op zich wel zo mooi uit. Ja, weet ik. Echt een hele coole. Oh, Wie heeft die geband? Game Fair Fight Bannet. Malfuso. Oh, hey, trouwens, mijn record staat niet eens aan, zie ik. Nou, die krijg ik dan voor jou. Ja, sure. Dat was goed. Jongens, check u later.